Echte vrijheid is niet alleen meningsuiting en recht hebben om alles te zeggen wat je wil. Echte vrijheid is gewoon je niet bedreigd voelen. Dat is echte vrijheid. Breda Nu. Je weet het meteen. Komende zondag is het alweer Bevrijdingsdag. Dat betekent dat die hele dag in het teken staat van de vrijheid. Wij gaan de stad in en we gaan vragen aan de Bredanaar wat vrijheid voor hun betekent. Voor mij, ja, de vrijheid om te staan en te gaan en te spreken wanneer en waar ik wil. Echte vrijheid is niet alleen meningsuiting en recht hebben om alles te zeggen wat je wil. Echte vrijheid is gewoon je niet bedreigd voelen. Dat is echte vrijheid. Dat iedereen elkaar respecteert en dat je gewoon kan doen wat je wilt. Is wat is dan een voorbeeld van doen wat je wilt? Ik denk gewoon ongeacht geloof of andere dingen, dat je gewoon moet kunnen zijn wie je bent. Wat betekent vrijheid nou voor jou? Vrijheid is dat je mag doen en zeggen wat je wil. Ja. Kun je daar misschien een beetje over toelichten? Over toelichten? Dat ik kan doen wat ik wil, dat het geen dingen zijn die ik in principe niet extra zou mogen, in vergelijking met andere mensen. Ik zit op een multiculturele school en dan zie je wel dat je met iedereen goed overweg kan. En daarnaast gewoon ook buiten, trek je ook veel met mensen op. Gewoon verschillende geslachten, afkomsten, maakt allemaal niet uit. En dan heb ik gewoon respect voor iedereen, hoe degene is. Ongeacht geaardheid, geloof, huidskleur, donker, blank, is niet zo'n probleem. Ik vind dat het gewoon moet kunnen. We moeten zeggen wat we willen. En wat je hartje wilt zeggen, dan moet je gewoon zeggen. Je weet toch? Je moet niet denken van, ja, als ik dit zeg, dat kan er misschien een probleem zijn. Nee, doe gewoon wat je zelf wil. En voel jezelf vrij, want we zijn hier in Nederland. Vrijheid van meningsuiting. Je moet gewoon zeggen wat je wil, man, bro. Mijn vrijheid is mijn pensioen. Is dat misschien ik ben net mijn pensioen, dus dat is mijn vrijheid. Dan heeft u nu natuurlijk een hele hoop tijd. Hoe gaat u die tijd inrichten, nu u zoveel vrijheid heeft? 3 keer per week met de wandelclub mee. Fietstochten mee. Dansen. Plezier maken. Breda Nu. Je weet het meteen.